Hallo jongens en meisjes van LazyLukeX, ik ben Tijn en ik ga vandaag voor jullie de Wars hier weer doen. Dit is even een snelle video, dit zal niet een hele episode worden. En hierin wou ik even de livestream aankondigen. Maar dat niet alleen, want er is ook een heel nieuw deel van de map bij zoals je hier ziet. Yes, echt een dikke update. We hebben ook clans en echt, we hebben vet veel dingen. Ik kan nu even niet allemaal opnoemen, maar wat ik even wil laten zien. Ik liep zo door het middle of nowhere. Ik weet niet of dit rare is, maar ik zie het nergens op de map staan. Dus ik dacht van, ik wil het even aan jullie laten zien. Zoals je ziet ben ik hier op de map, als je wil weten waar dit is. Ik weet niet of dit een goede plek is. Ik laat het gewoon even zien. En ik schiet even een zombie dood. Kijk, 5 XP added. Ik heb trouwens geen geluid van de game, ik weet ook niet waarom. Dat doe ik later wel even. Deze video is even met spoed. Het gaat er even om dat ik even de livestream aankondig, want ik ben net terug van school. En wow, ga dood. En ja, ik wil het gewoon even allemaal showen. Even snel. Dat ik even een video voor vandaag heb, dus dit wordt niet een hele episode. Ik noem hem wel part 6 volgens mij. Dat het is. Maar het is niet echt een episode van kwartier of 20 minuten. Even de zombies neerschoten, even kijken wat hier allemaal wel kan liggen. Misschien liggen er wel helemaal niks hoor. Dit is echt allemaal echt net nieuw. Ik loop ook nog wel even ergens anders heen hoor. Dit is niet het enige waar ik ben of blijf. Maar dus livestream vanavond om 7 uur. We gaan echt, dit wordt echt de livestream van WarZ. Als ik het zo mag noemen. Want we gaan echt, we hebben al onze spullen, we gaan het allemaal gebruiken. Want de 30ste, dat is dus over 2 dagen alweer. En, ja, dan verlies je al je shit. Huh? Dus als je, oh, daar zat ook nog wat. Als je wel spullen over hebt, is het gewoon echt zonde. Dus ik ga gewoon alles gebruiken nu gewoon. Bij de livestream. Granaten gooien, alles dikke basis maken. Het zou best wel kunnen dat we dat hier gaan doen, want ik vind het echt een vette plek. Ik vind het echt een vette plek. Maar ik raad jullie allemaal aan om die livestream echt te gaan kijken, want het wordt echt een vet livestream. Ik denk dat het de leukste livestream van WarZ die er is gekomen wordt. Als ik dat goed zeg. Klinkt heel raar. Maar we gaan even hier ook nog even kijken. Op die stijgen. Ik ben wel heel benieuwd. Ik ga binnenkort ook gewoon, nou binnenkort, ik denk morgen dat ik gewoon weer een dikke episode WarZ doe. Gewoon een echte grote episode. Daar kan ik niet langs, zeker. Nou, je ziet het. Het is best wel vet. Misschien dat dit een teken is dat er misschien al later boten in het spel komen. Dat zou best kunnen. Ik weet het niet. Het zou wel vet zijn als dat zo is. Ik probeer aan de andere kant van het water te komen. Maar ik ben even met de gassie. Die heb ik even snel geëquipt met even wat spullen. Silencer Red Hot Sight. AK 74M en 7 Max ervoor. Beetje eten, drinken en heel shit. Zodat ik even op pad kan en alles leuk kan exploren. Zoals je ziet heb ik nu, als ik op F3 klik. Hier zie je dat rechts onderin proximity staat. Nu druk ik op F3, staat een clan. Kan ik een clan typen, kan ik hallo. Dan ziet mijn hele clan dat. Maar je moet wel op dezelfde server zitten. Dus niet van, ja ik type erin en dan ziet, maakt niet uit op welke server er zit, zien ze het. Ik weet niet of ze dat gaan veranderen, want dat vind ik wel een goed idee. Dat ze dat zouden gaan doen. En dat clan scherm dat laat ik wel in de volgende video even zien voordat ik begin. Dat lijkt op dit moment nog heel erg. Ik denk dat het gefixt wordt. Ik weet niet wat dat is. Ik denk een bug hoor. Ik vind het een beetje vreemd. Maar ja, het is allemaal hartstikke mooi. Ik vind het echt een leuke patch. Het is gewoon, ja, gewoon, het maakt het spel weer even leuk. Dat XP erbij ook, nu je XP kan verzamelen van zombies, dat zie je, zag je net toen ik een zombie killde. Het is gewoon, zijn gewoon van die dingen die maken het spel dan leuk als je gewoon even niks meer te doen hebt. Gewoon even lekker XP verzamelen, kan je vrienden laten zien. Je kan er op dit moment nog niks mee, maar ja, het is gewoon even, je hele clan ziet hoeveel je XP je hebt. En dan sta je bovenaan de ranglijst en dat is best gewoon cool. Dus ja. En trouwens bij deze livestream, dan doen we niet iedereen mee. Dit is zo'n livestream, dat doen we even met een paar serieuze gasten die ik gewoon goed ken. En latere livestreams doen we misschien wel weer dat leuke mensen mee kunnen doen. Want ja,
Dat is wel leuk, maar deze keer wil ik gewoon echt even met een dikke clan, zoals Roland en Marijn doen mee. En ik weet niet wie er nog mee meedoet, misschien dat wel. Gaan we gewoon even, ja, ik weet niet, echt alles doen. Barricades neerzetten overal, een beetje basis maken. We gaan gewoon het hele spel uitproberen, gewoon. Granaten gooien overheen, dat hadden we al een beetje uitgeprobeerd, maar ik heb er nog iets van 20 over. Dus ja, het wordt gewoon helemaal fantastisch. Gewoon alle wapens wasten, alle attachments op alle wapens. Ja, gewoon alles wat we hebben gewoon verneuken. Nou, niet verneuken. Dus dat is ook wel weer een grof woord. Gewoon uitproberen, laten we het zo zeggen, gebruiken. Anders is het zo zonde, dat gaat toch alles weg, de 30ste. Misschien dat ik later nog wel ga livestreamen, maar ik weet het. Nog voor de wipe. Nog een livestream of zo. De 30ste zelf. Ik weet niet hoe laat de wipe komt. Maar na de wipe dan ga ik sowieso echt een hele nieuwe serie beginnen. Dat wordt echt gewoon van part 1 weer beginnen. En dat wordt gewoon, ja. Want dan is het ook beta, hè? Dus dan is het in plaats van de War Z Alpha Part 1, is het War Z Beta Part 1. En dat klinkt natuurlijk wel even een stuk beter. En ik weet niet wat ze allemaal gaan veranderen in die patch. Het enige wat dan me wel erg tegenvalt, dat is, kijk, ik had verwacht dat dit stuk, wat nog blurry is, dat er ook bij zou zijn. Dit is nu de hele map, het wordt niet groter dan dit. Dit is de hele map. Misschien veranderen nog wat dingetjes, maar het wordt niet groter. Het is gewoon, dit is de map. En er komen meer maps, dat zeker weten. Maar dat duurt wel even, dat zal volgend jaar pas plaatsvinden. Maar tot nu toe is dit de map, hier moeten we het mee doen. Het is niet dat ik het heel erg vind, want de map is gewoon echt gaaf, het is gewoon vet. De bergen zijn ook heel veel, kan je nu overheen lopen waar je eerst niet overheen kon lopen. En dat is ook wel echt mooi. En het is gewoon echt 10 keer zo goed, vind ik. Het is het spel is gewoon meer zoals ik het had verwacht geworden. Gewoon leuk met clans, met vrienden, een beetje alles exploren en zo. Ja, een hele mooie grote map. Ik weet niet hoeveel mensen nu in de service komen. Ze hadden gezegd dat er uiteindelijk 70 zou komen, maar volgens mij kan dat nog niet nu. Volgens mij staat er nog steeds op 40. En dat denk ik dat het komt omdat ze zelf nog bezig zijn met heel veel dingen. Zoals anti-hack dingen. Ik weet niet of ze dat gepatcht hebben. Dat hoop ik echt heel erg. Want hackers die komen echt mijn strot uit. Dat haat ik nu echt heel erg. Duur nog even dat er zijn. Ik denk dat ze deze video dat niet kunnen doen. Anders wordt de video te lang en dan duurt de render te lang. En dan is de video niet op tijd online. Zodat jullie kunnen zien dat er een livestream vanavond komt. Waar gaat deze video eigenlijk om? Echt dat ik even een livestream wil aankondigen. En dat de update is, zodat iedereen weet van, oh vet, dat wil ik echt zien. Want ik vind het echt geweldig. Echt mooi. Clans, dat vind ik echt de mooiste. En je ziet ook clan members. Dus als, je ziet elkaar gewoon in de map als groene puntjes. Nee, blauwe puntjes. Blauwe pijltjes boven hun hoofd. Dus dan kan je zien wie wat is en waar. Oh, wacht. Dat kan ik wel even laten zien. Volgens mij zie je daar wel wat. Daar is dus in ieder geval wat. Dat kan je al een beetje zien. Het is, het is nieuw. Het is een lekker zonnige dag. Dus ja, even geen nachtepisode zoals de vorige keren. En ik denk dat ik het hier wel ga eindigen. Want ja, ik heb niet veel meer te vertellen. Ja, wat ik vertellen heb, dat er is nog één ding. Towns, dat komt vandaag niet. Omdat ik, een beetje laat van school kwam. En ik wou gewoon deze episode opnemen, zodat iedereen wist dat we een livestream hebben. En ik wilde het ook gewoon nog even verder uitproberen. Dus ik beloof jullie dat morgen weer een Towns, misschien 2 episodes. Maar dan vertel ik dat wel via Twitter. Dus als je nog geen Twitter volgt, dan is dat ook wel even handig. Dan weet je ook wanneer de livestream precies plaatsvindt. Of wanneer er iets gebeurt wat ik niet in een video kan vertellen. Omdat ik niet altijd een video kan maken. Oeh, dat is een skilift. Maar ja, dus dat was het wel. Ik heb niet echt meer te vertellen. Dus ik hoop dat jullie de video een beetje leuk vonden. Dat jullie een beetje begrepen hebben wat er allemaal nieuw is in de update. En dat jullie allemaal leuk vanavond om 7 uur de livestream kijken.
Dus ja, op de Twitch TV is het trouwens. Dat heb ik niet verteld. Het staat in de beschrijving. Dus als je de livestream wil kijken, dan staat er een linkje in de beschrijving. Dan moet je dan heen gaan en dan komt het allemaal goed. Dus tot dan. Ik hoop dat ik jullie allemaal bij de livestream zie. Later.